Hallo. Als voorzitter van de groep mensen die zich bezighoudt met het organiseren van het Parkinson Café in Delft, ben ik enorm trots op deze organisatiegroep, op wat ze allemaal bereikt hebben in nauwelijks anderhalf jaar tijd. Het blijkt dat er tussen de 75 en de 100 mensen elke keer naar het Parkinson Café komen. We hebben goede contacten met gemeenten, met wethouders, met zorginstellingen, met zorgverleners, die meestal via ParkinsonNet naar ons toe komen. En financieel gezien redden we het ook heel goed. We hebben een goede buffer opgebouwd. De groep mensen die de Parkinson Cafés organiseert, heeft 4 maal per jaar contact met leden van ParkinsonNet, die samen de klankbordgroep vormen. Enerzijds is de klankbordgroep ervoor bedoeld om de organisatiegroep te monitoren, om bijvoorbeeld te kijken of de sprekers van voldoende niveau zijn, of de afwisseling van de thema's goed is en om te kijken of alles verder goed verloopt. Anderzijds zorgt de klankbordgroep ervoor dat er een directe inbreng is in de organisatiegroep wat betreft het aanbrengen van onderwerpen. U kunt mede bepalen welke onderwerpen in de Parkinson Cafés aan bod komen. Ik zal daar een paar voorbeelden van geven. Zo hebben we begin dit jaar een groep ergotherapeuten bereid gevonden om een onderwerp als vakantie beet te pakken. En dat bleek een schot in de roos. Dat was gewoon een heel prima onderwerp om over te praten. Om mensen over mee te laten praten. Tijdens het Parkinson Café van november wordt een carousel georganiseerd door 2 ergotherapeuten. Zij hebben leveranciers aangeschreven met het verzoek hulpmiddelen te tonen die voor Parkinson patiënten van belang kunnen zijn. En dat zijn vaak hele vooruitstrevende, innovatieve hulpmiddelen. In april 2016 hebben we Dr. Contarino in het Parkinson Café gehad, die iets kwam vertellen over de DBS, de Deep Brain Stimulation. Zij had daar hele positieve ervaringen mee. Dat dat genuanceerd moest worden, dat was duidelijk, maar dat het ook direct het daarop volgende Parkinson Café kon plaatsvinden, die nuancering, dat hadden we niet durven hopen. Maar Marjolein Zomerdijk heeft in mei tijdens het Parkinson Café echter als logopediste aangegeven dat er toch wel wat kanttekeningen te plaatsen zijn bij een deep brain stimulation. Met name wat betreft de spraak. De spraak blijkt na een DBS toch in vele gevallen achteruit te gaan. Een aantal van onze bezoekers heeft duidelijk aangegeven, mede door deze presentatie van Marjolein Zomerdijk, toch weer eens goed na te gaan denken over het al dan niet ondergaan van een DBS. De daadwerkelijke inbreng van jullie als onderdeel van de klankbordgroep vinden wij als organisatiegroep zo belangrijk dat ik eigenlijk een tweetal oproepen wil doen. Kijk nu eens om je heen. Je bent bijeen met allemaal professionals die in staat zijn om een onderwerp dat met Parkinson te maken heeft vorm te geven. Denk daarbij aan onderwerpen die te maken hebben met nieuwe ontwikkelingen binnen je vakgebied. Of denk aan een onderwerp dat bijvoorbeeld nauw verbonden is met een misvatting die bij veel mensen met Parkinson leeft. Kortom, ik roep je op om je discipline waarbinnen je werkzaam bent meer uit te dragen. Bedenk met je collega's binnen je discipline, of juist multidisciplinair, een onderwerp waar 20 minuten tot maximaal een half uur iets belangwekkends voor mensen met Parkinson over te vertellen valt. En breng zo'n onderwerp in via de klankbordgroep. Trudy Bloem kan haar fijn vertellen hoe dat verder dan in zijn werk gaat. De tweede oproep die ik zou willen doen is wat simpeler. Kom eens naar een avond van het Parkinson Café. Je ziet je cliënt in een andere omgeving
dan de behandelpraktijk. En dat kan verhelderend werken. Voor mensen met Parkinson en hun mantelzorgers werkt het weer drempelverlagend als een zorgverlener waar ze mee contact hebben of waarbij ze in therapie zijn, hen ontmoet in hun eigen omgeving. Want onze bezoekers beschouwen het café werkelijk als hun eigen omgeving. Men kan bij ons gewoon zichzelf zijn. Geen mens namelijk die je iets verwijt als je je vraag niet kunt afmaken, omdat je de draad kwijt bent. Of als je weer koffie morst over de tafel. Of als je voor de zoveelste keer naar het toilet moet. Het volgende Parkinson Café is donderdag 20 oktober in Sophia Revalidatie Delft. We beginnen om 7:30, maar je mag ook een half uurtje eerder komen om te assisteren bij het opbouwen van de ruimte. Het onderwerp van Parkinson Café van 20 oktober is slaap en slaapstoornissen. En dit onderwerp wordt ingeleid door de autoriteit op het gebied van slaapproblemen, somnoloog Dr. Sebastiaan Overeem. De organisatiegroep zal dankbaar zijn voor of jouw inbreng in de klankbordgroep of voor je komst naar het Parkinson Café. En zij niet alleen. Die 75 à 100 bezoekers, mensen met Parkinson en hun mantelzorgers, hebben door jouw inbreng weer iets opgestoken betreffende die ziekte. Of weten ze gesteund door je komst naar het Parkinson Café en zullen daardoor weer beter om kunnen gaan met hun ziekte. Dus tot ziens bij het Parkinson Café of bij de klankbordgroep.